Nou, goedemiddag jongens en meisjes. Welkom bij een nieuwe video van vistekje.nl. En in deze video ga ik antwoord geven op twee vragen die mij zijn gesteld naar aanleiding van het filmpje over het loops maken met je GoPro, terwijl je aan bent te filmen. En een vraag die ik kreeg via de comments of ik wel op andere vissoorten viste. Nou, op beide vragen ga ik antwoord geven. De eerste vraag was van: kun je met de GoPro ook gewoon complete video's opnemen zonder dat je allerlei dure materialen moet gaan aanschaffen? Oftewel, kun je een hele vlog maken? Nou, dat ga ik jullie in deze video laten zien. Oordeel zelf op het einde van deze video hoe het is qua geluid en beeldmateriaal. En ten tweede, laten we vandaag eens lekker gaan roofvissen. Ik vis namelijk niet alleen op karpen. Ik ben eigenlijk thuis in alle disciplines. Alleen wedstrijdvissen vind ik echt helemaal niets aan. Voor mijn gevoel veel te dicht op elkaar. Maar roofvissen, vliegvissen, karpenvissen, vissen met een feederhengel, zeevissen. In principe ben ik overal in thuis. Maar genoeg. Genoeg gekletst, tijd om te gaan vissen. Even een hengeltje optuigen en dan eens kijken of we serieus een leuke snoek kunnen vangen. Want het is echt schitterend herfstweer. De eentje zit hier in grote getalen achter mij. Dus kijken of we wat kunnen vangen. Oké, het kanaaltje wat we nu bevissen is, wat zal het zijn? 15, 20 meter breed. Gemiddeld 1,80 diep. Dus ik heb een 13 grams Westin plugje die maximaal 1,20 meter, 1,50 meter diep loopt. 40 grams hengeltje. En gewoon een 1200ste gevlochten lijntje met een stalen onderlijntje. En wat ik eigenlijk van plan ben om te doen is niet naar de gekende hotspots gaan. Want wat je hier in de omgeving heel veel ziet is dat mensen stoppen bij bruggen, sluizen. Een half uurtje alle bekende stekjes afvissen en hele grote stukken water laten liggen. Dit stuk is ruim, wat zal het zijn? Een kilometer of 4 lang, schat ik. 3. En wat ik ga doen is, ik maak een worp en daarna ga ik een aantal stappen verder. En zo hoop ik grote stukken water snel af te kunnen vissen en tegen een leuke leuke snoek aan te lopen. Of een grote baas. Wat opvalt is dat door het mooie weer dat de vis toch nog erg hoog bovenin zit. Vooral de aasvis. Dus ik hoop met een ondiep plugje makkelijk te kunnen scoren. Nou, we gaan dus even serieus aan de gang. Nou jongens, ik weet niet wat hier de bedoeling van is, maar ik vind hier ineens een hele klos met lijn. Nou jongens, jullie zagen het. Een kluwen met lijn. En de eenden zijn nu even weg, maar normaal gesproken stikt het hier van de eenden. Dus we zouden hier dus heel gemakkelijk compleet in verstrikt kunnen raken, met alle gevolgen van dien. Op het moment dat ik terugloop, pik ik even de auto op en dan leg ik het achter in de auto. Ik heb nu even geen plek om het mee te nemen. Maar goed, ik rij hier straks wel even langs om degene zijn rommel op te ruimen. Maar stel je voor jongens, dat hier een eend in komt of een ander dier. Zou toch heel gezonde zijn. Nou, ik heb het eerste stuk nu gehad. Daar in de vet staat mijn bus. Helaas nog geen aanbeet gehad. Ik dacht even een tikje te hebben. Ik ben nu overgeschakeld op een traditioneel, heel oud kunstaasje uit mijn jeugd. Oh, kijk eens. Ik vang nog een waterplant erbij ook. Gewoon een MEPS spinnetje, blinkertje, hoe je wil noemen. Aglia. Oranje, nummertje 4, nummertje 3 en nummertje 4 waren altijd goed in onze jeugd voor enorme slagpartijen met snoek. Alleen vandaag blijft het veel. Maar goed, we gaan het tweede stuk afvissen en dan halen we daarna de auto op om deze rommel op te ruimen. Nou, waar je dus even om moet denken met de GoPro, is dat je voldoende batterijtjes meeneemt. Die van mij is nu 36%, 3 kwartier onderweg geweest en voldoende beelden geschoten ondertussen. Maar, ik moet nu wel even terug naar de auto. Nog geen snoek en als je wil vloggen met je GoPro vanaf de Hero 9, gebruik dan de Cinematic modus in 4K. Dit levert het mooiste resultaat op. En ik heb zelfs het idee dat het geluid iets beter is. Anyway, ik maak van de situatie gebruik om even naar de auto te gaan.
het is echt schitterend weer. En dan ga ik gelijk maar verkassen. Op naar een nieuwe stek. Kijken of daar meer activiteit is. Alhoewel de hoge luchtdruk waarschijnlijk niet meespeelt in mijn voordeel. Nou, jullie zien het al, jongens. Het water is echt mega, mega bruin. En dit is op de meeste stekken zo. Ondertussen een stek of 4-5 verder. Niks noemenswaardigs gebeurt er. Dus ik ga even verkassen. Ik ga even naar de zandafgraving toe. En dan, waarvan ik zeker weet dat het water nu op dit moment super helder is. En dan ga ik met verzware spinners kijken of ik daar wat kan vangen, jongens. Dit is, het water is zo troebel dat het bijna gewoon dik lijkt. In combinatie met de hoge luchtdruk. Volgens mij de twee slechtste omstandigheden die je kunt hebben voor roofvis. Die voornamelijk toch op zicht jagen. Even een tip die ik mee wil geven voor de karpenvissers die op dit moment dit videootje kijken. Op het moment dat je op zoek gaat naar nieuwe stekken, neem gewoon een snoekhengel mee met setjes. Vis de bodem af, weet je gelijk of er roofvis ligt op je stek. Ten tweede verneem je gelijk hoe de bodemstructuur is. Of je ergens vast blijft zitten of er obstakels zijn. En als je je ogen een beetje ophoudt, misschien zie je wel karpetjes springen. Dan weet je gelijk dat je ergens in de goede richting zit. Nou, ik ga verkassen. Ik zie jullie op de volgende stek. Zo, dat ging snel. Eerste worp. Zo loop je de hele middag te kloten. Even de wal af. Zo. Heel, kom eens hier. Nou jongens, zo loop je de hele tijd te gooien op knalen en slootjes. En zo heb je de eerste worp gelijk prijs. Supermooi rovertje. Op een Maps blinkertje, maatje 2. Nou, ik ga hem even onthaken en gauw terugzetten. Te laat. Maar staat hier wel een beeld ook, of niet? Ja, ik moet straks maar even kijken hoe goed dat op camera stond. Maar als het goed is, hebben jullie het ook gezien? Die karpen die er volledig uitkwam. Dus gauw naar huis. Ik ben vandaag vrij. En dan zorgen dat er even twee karpenhengeltjes in de auto komen. Wat aas. En dan gauw terug. Dan eten we vanavond hier aan het water. Dan hoop ik dat ik deze video nog af kan sluiten met de karp. Snoek heb ik al ondertussen. Dat wil super dik zijn. Oké, jongens. Eén hengel ligt in. De andere gaan we nu inleggen. Gewoon een hele simpele montage. Ga niet te veel bijvoeren. Stringetje, WK-rigje, onderlijntje van 18 cm, 3 ounce loodje, verder voeding niet bij. Ga op de plek waar de vis sprong, leg ik hem gewoon neer en dan hopelijk loopt hij straks af. Ah, spannend. Die is nog scherp, even droog. Stringetje. Nou, dat moet hem doen. Klein metertje verder dan de eerste worp. Oh, perfect. Perfect. Anytime.
Oh, wacht even. Ja, mijn schep net. Niks gebeurd. Hé? Nou. Ja. Lijnzwemmer. Lijnzwemmer. Ja. Ja. Oké, jongens en meisjes. Helaas, heb ik de rest van de sessie afgesloten zonder vis. Ik bedacht me dat het wel even handig zou zijn voor jullie om te zien met welke instellingen ik nu exact heb gevlogd met de GoPro Hero 9. En eigenlijk kun je vanaf de GoPro Hero 8, 9, 10 en ondertussen de 11 gewoon... Met deze instellingen makkelijk vloggen zonder extra dingen te hoeven aanschaffen. Je hoort dat het geluid op zich redelijk is. Ik gebruik geen dingetjes op de GoPro, geen extra microfoontjes enzovoort enzovoort. Nou, ik laat het even zien. Wil je nou meer weten over het simpel maken van een vlog? Stel je vraag even onder in de comments. Vergeet niet te abonneren, want 70% van de kijkers is nog steeds geen abonnee. Kunnen we allemaal zien in de statistiekjes. Het kost je helemaal niets. En je krijgt als je op het belletje drukt een melding als er een nieuwe video is. Oké, jongens. Jullie zien het al. Ik ben een beetje moe. Ik laat nog even zien welke instellingen ik heb gebruikt. En dan ga ik lekker naar bed toe. Het is eigenlijk vrij simpel. Deze instellingen gebruik ik dus om te filmen. Wat ik doe is, ik zet mijn GoPro aan met het knopje aan de zijkant. Even ingedrukt houden. Nou, en dan zie je wel wat er verschijnt. En eigenlijk... kun je met het knopje door het menu heen scrollen. Foto, timelapses, video. Nou, dan ga je naar het videogedeelte toe. En dat is wat we willen. En dan, als je hieronder op het menu drukt, dan krijg je dus een hele lijst waar je uit kunt kiezen. Looping, dat hebben we in de vorige video laten zien. Standaard 1080 bij 60 frames per seconde wide. Activity, dat is op het moment dat je heel erg beweegt en dus toch een gestabiliseerd beeld wilt. Maar voor het vloggen heb ik nu deze gebruikt. En dat is de Cinematic. De in de 4K 30 frames per seconde large. Dan stabiliseert hij nog steeds het beeld aardig. Maar je hebt niet zo'n ultrawijde view, zeg maar. Waardoor je er heel vertekend uit komt te zien. Dit is de meest natuurlijke... weergave op een GoPro die je kunt gebruiken om te vloggen. Nou, dan zet je hem gewoon op Cinematic en dan dat is het simpel. Als je op wil nemen, druk je op de knoppen hierboven en dan neemt hij op. En eigenlijk is het al voorgeprogrammeerd, dus je kunt je GoPro kopen, batterijtje opladen, SD-kaartje erin en beginnen met vloggen, jongens. En al die mooie momenten tijdens het vissen heel gemakkelijk opnemen. Zonder nu te hoeven investeren in hele dure vlog- en videocamera's. Nou, ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. In de volgende video gaan we weer lekker vissen op camera.